NEC staat voor een zware opgave. De komende weken spelen de Nijmegenaren onder andere tegen de Graafschap en Volendam. En vrijdag is NAC Breda de tegenstander. Als NEC mee wil blijven doen om een plek in de play-offs, zal er gewonnen moeten worden. Dan moet het in ieder geval beter dan tegen Go Ahead Eagles vorige week. Het was gewoon een matige wedstrijd van onze kant. En dingen waar je mee verder kan, ja, uiteindelijk weet je, hebben we wel veerkracht getoond door nou de 2-1 wat druk op hun auto oefenen. Maar dat is iets wat bij dit team wel prima zit. Alleen we hebben gewoon een hele matige wedstrijd afgeleverd. En ik denk vooral dat we ons van onszelf, dat klinkt altijd een beetje raar, dat een beetje door onszelf komt dat we die wedstrijd verloren hebben. Los van de curieuze goals die daar nog ten grondslag liggen. Zijn er dan vooral verbeterpunten bij je aan te brengen? Ja, zeker. Bij Go Ahead vooral hebben we het heel matig gedaan. In de druk zetten ook. Maar daar hadden we wel minder last van. Maar vooral aan de bal opbouwen. We kwamen heel moeilijk tot opbouwen. Heel moeilijk tot het uitspelen van spits of van drie spitsen. En daarin hebben we een aantal verkeerde keuzes gemaakt. Ja, dan kom je ook niet op het middenveld. Laat staan tot aanvallen. Dus daarin hebben we vooral dingen niet goed gedaan. En hebben we van de week wat aandacht aan besteed. Is het dan belangrijk om bij dezelfde elf te blijven of ben je niet bang om wijzigingen aan te brengen daarin? Nou ja, maar dat heeft niks met elkaar te maken. We kijken iedereen ook naar een gewonnen wedstrijd kijken. Kunnen we dingen veranderen? Moeten we dingen veranderen? Hoe speelt een tegenstander? Kunnen we daar dingen doen waardoor we de tegenstander kunnen verrassen? Alleen bij een gewonnen wedstrijd kijk je vaak wat meer. Nou, het is wel goed gegaan of we laten de boel staan. Maar we kijken iedere wedstrijd wel of we dingen kunnen veranderen, moeten veranderen. Datzelfde geldt voor morgen. Wat willen we een stapje maken of willen we daaraan meedoen met die bovenste jongens? Ja, dan zul je daar ook eens een keer een resultaat tegen moeten halen. Nou, dat is tegen Go Ahead niet gelukt. Vrijdag is de volgende kans. En we hebben alles in het werk gesteld deze week om die focus goed op die wedstrijd te krijgen. En niet zozeer om dan maar van iemand te winnen. Maar uiteindelijk gaat het ook wel een beetje leven in de groep. Hoe het ook went of keert. En uiteindelijk willen we daar morgen verandering in brengen. Ja, NAC is een team wat verandering heeft gehad. Hè? Nieuwe trainer. Ze hebben natuurlijk een wisselvallig seizoen tot nu toe gehad. Goed begonnen met een periode. Daarna wat minder. Trainer ontslagen. Nieuwe trainer. Ja, nu hebben we de laatste weken hebben ze toch van AZ gewonnen voor de beker. Ze hebben bij Jong Ajax gewonnen. Ze hebben een paar goede resultaten gehaald. Ze zitten een beetje in de positieve flow. Dus aan ons om dat te doorbreken. Vrijdagavond om 8:00 in de eigen Goffert. NEC tegen NAC Breda. En natuurlijk 2 keer 3 kwartier live op RN7.